Sky, wie maken we vandaag weer blij? Je mag raden. Je kent hem goed en hij komt uit een land van kilts, kastelen en koeien die tegen kou kunnen. Heb je het over Callum? Uit Schotland? Bingo! Het is nu winter in Schotland. Weet je wat je dan kunt spelen? Curling! Oeh, wat is curling? Curling is een Schotse sport die op het ijs gespeeld wordt met 8 stenen en speciale vegers. Op het ijs? Dus dan kun je het een klein beetje koud krijgen. Vast wel. En in Schotland zeggen ze wee. Dat betekent klein. Dus als je speelt, krijg je het een wee beetje koud. Nou, ik heb een wee beetje heel veel zin om erheen te gaan. Ga naar de startbaan, Jet. Jet, maak je klaar voor vertrek. Tijd om te vliegen. Vanuit de lucht is Schotland echt een winterwonderland. Jet, transformeer! Oh, wat leuk! Daar is Jet! Pakketbezorging! Oh, wacht. Ik weet het nog. Jij bent altijd op tijd. Leuk je weer te zien, Callum. Coole kilt. Dank je. Die heb ik voor speciale gelegenheden. En voor speciale leveringen. Wat heb je besteld? Een doos vol met rotsen? Bijna, Jet. Wow. Een steen om curling mee te spelen. Als ik groot ben, wil ik graag curlingkampioen worden en een goed team leiden. Papa, ja? Ik ga een curlingtraining doen met Jet. Mm-hmm. Laten we naar het grote meer gaan, Loch Ness. Er is alleen wel één probleempje, ben ik bang. Loch Ness bevriest nooit. Wat nu? Jet, we hebben de hulp nodig van de Super Wings. De Super Wings? Ja, jouw vliegtuigvrienden. Die je altijd komen helpen als je ze nodig hebt. Mijn te gekke vliegtuigvrienden. Torre, hoor je me? Luid en duidelijk. Wat kan ik voor je doen, Jet? Callum wil graag oefenen met curling. Maar Loch Ness is helemaal niet bevroren. Even denken. Hoe regel ik curling voor Callum? Astra! En flip! Woehoe! Kom mee, Flip. Jet heeft je hulp nodig bij jouw favoriete sport uit Schotland. We gaan! Op naar Schotland, Curlingland! Daar zijn Astra en Flip. Zullen we het samen zeggen? Dan komt het allemaal goed! De kou kan ons niks schelen, want wij gaan curling spelen. En wij gaan alles in gang zetten met mijn winterwiel. Super Wings, dit is het plan. Astra, als jij Loch Ness laat bevriezen, kan Flip Callum coachen bij curling. Wacht even, voor we beginnen roep ik Nessie met mijn speciale bellenblaaszoedelzak. Wie is Nessie? Dat is een monster dat in Loch Ness leeft. Maar hij bestaat niet echt hoor, Flip. Weet je dat zeker, Astra? Kom curling met ons spelen, Nessie. Je wee-kindjes mogen meedoen. Wee-kindjes? Super Wings,
Dit zijn Bessie, Tessie en Kyle. Ik wist helemaal niet dat je een moeder bent, Nessie. Mooi, we staan allemaal aan wal. Ik laat de boel bevriezen, goed? Winterwielactie! Presenteer Loch Ness onder ijs. Stevig en veilig. Ai, willen jullie dat ik meedoe? Juist. Gaan we een beetje rustig aandoen? Of gaan we als een echt team voor de winst? Oké. Als jij de steen schuift, Callum, vegen wij het ijs glad naar het doel daar. Als je het ijs glad maakt, kan je de steen sturen en langer laten glijden, snap je? Je weet er een boel vanaf, Callum. Oké, wij zijn klaar om te vegen. Daar komt-ie. Vegassie! Vegen, jongens. Maak het ijs maar goed glad. Wat? Oh. Wow. Wee, Nessie, pas op. Ai, Nessie. We moeten ze gaan redden. Callum, stap maar op. Wee. Oh nee! Het is gevaarlijk voor de Wee Nessies om hier in de rondte te glijden. Wij maken het weer veilig, Super Wings. Stroommotoren! Curling, vrienden! Curling!
Goed zo! Blijf bewegen! We zijn al bijna bij het doel! In de roos! Goed gemikt, vrienden! Oh, ja, Julia! Klaar om te vliegen? Dag, Superwings! Superwings! Zij bezorgen! Callum, dat zeggen wij toch altijd? Tot ziens! Hoi, Sky. Ik ben klaar. Krijg ik zo een pakketje mee? Jazeker, Jet. Ik heb hier een pakketje voor een meisje genaamd Nadia. Zij woont in een gedeelte van Rusland dat Siberië heet. Daar wordt het heel erg koud. Maar het is er wel prachtig. Sommige meren en rivieren bevriezen in de winter. En dan rijden mensen er overheen, zoals op de weg. Wauw, wat cool. Heel erg cool. Er zijn grote steden in Siberië, maar Nadia woont in een klein dorpje. Geen zorgen, ik vind het wel. En als je dat doet, zijn hier wat Russische woorden die je kan gebruiken. Spasiba betekent dankje. Spasiba dat je me dat hebt geleerd. Pozdravstvo, Jet. Volgens mij betekent pozdravstvo graag gedaan. Zeker wel. Ga maar naar de startbaan. Maak je klaar voor vertrek. Tijd om te vliegen. Op naar Rusland! Dus dit is Siberië. Het ijs ziet er mooi uit. Ik ben bijna klaar met je kostuum. Oh, mam, wat prachtig! Pakketbezorging! Wie kan dat nou zijn? Ik ben Jet en ik ben altijd op tijd. Hi Jet, ik ben Nadia. Dan is dit pakketje voor jou. Huh? Spasiba, dank je. Pozdravstvo, graag gedaan. Ik heb helemaal geen pakketje besteld. Een Fabergé-ei! Wat een verrassing! Die heb ik voor je besteld. En in het ei zit nog een verrassing. Wow! Ze danst! Net als ik! Weet je, Nadia wil als ze groot is ballerina worden. Maar ik heb nog niemand om mee te dansen. Ik wil wel met je dansen. Echt waar? Kun jij ballet dansen? Een beetje. Een heel klein beetje. Dit is mijn balletstudio. Papa heeft de spiegels opgehangen en de balletbar gemaakt. Waar is hij? Aan het werk. Als vrachtwagenchauffeur op ijswegen. Hij is hout aan het ophalen om een podium te bouwen. Dan kan ik een balletoptreden voor het hele dorp geven. Oké, dan. Is het tijd voor mijn balletles? Zeker, Jet. Doe mij maar na. Klaar voor Jet? En rond de chambre. Wow! Bijna. 1, 2, 3. Chané, draai. Chané, draai. Bijna, Jet. Goed. Sauté, sauté, sauté. Dat was genoeg voor...
vandaan? Sorry, ik moet veel leren. Het geeft niet, Jet. Ik moet er maar gewoon aan winnen dat ik altijd in mijn eentje zal dansen. Ik heb een beter idee. We hebben de hulp nodig van de Super Wings. De Super Wings? Mijn te gekke vliegtuigvrienden die me altijd komen helpen als ik ze nodig heb. Dorre, hoor je me? Luid en duidelijk. Wat is er aan de hand, Jet? Ik ben met Nadia in Siberië. Ze heeft dansers nodig voor haar optreden. Welke Super Wings kunnen wel een dansje wagen? Dizzy, Flip en Jerome! Hier, Flip, komt hij aan! Ha! Ik ben klaar om in het middelpunt te staan! Vandaag is de dag dat ik dans met een lach! Jet, waar blijven je Super Wings vrienden? Daar zijn Jerome, Dizzy en Flip! Dan komt het allemaal goed! Super Wings, transformeer! Ik ben Jerome en ik ben klaar om te stralen! Ik ben Dizzy, ik maak nauwgezet een pirouette! Flip hier, kijk eens hoe ik glans, ik ben klaar voor de dans! Oké, Super Wings, laat maar eens zien wat jullie kunnen! Balletactie! Leren. Ik kan niet wachten tot papa thuis komt en het kan zien. Frisse lucht, een koel briesje, heel veel sneeuw en lekkere friskou. Ah, het buitenleven. Boris? Ja? Kun jij opnemen? Ik zit aan het stuur. Oké, telefoonspeaker aan. Hey pap, met Nadia. Ik ben klaar voor mijn balletoptreden. Wat fijn. Alles verloopt gladjes hier op de ijsweg. Dus ik ben op tijd om je podium te bouwen. Oh nee, we zitten vast. Wat is er? Er is iets gebeurd met papa. De Super Wings zijn al onderweg. Ik wil mee met jullie. Hier, Nadia. Beet mijn snowboard onder en dan sleep ik je erheen. Super Wings, we gaan een reddingstrucje met een truc doen. Oh, kijk, daar komt iemand om ons te redden. Wow. Pap, de Super Wings zijn hier. Wauw, wat ben ik blij om je te zien. Daar gaan we, jongens. Geen zorgen, wij helpen jullie. Volle kracht! Wat moeten we nu doen? Wij regelen dit wel. Dizzy, gooi de reddingstouwen maar. Ha! Daar komt!
het tijd voor een potje truttouwtje trekken. En nu met z'n allen. Trekken. Ja, het is gelukt. En nu snel terug naar huis voor het optreden. Ik ben er helemaal klaar voor. Welkom allemaal. Ballet voor meisje, robot en... ei. Basta! Klaar om te gaan? Bedankt voor alles! Dank jullie wel! Super Wings! Wij de zorgen! Tot ziens! Hoi Sky! Ik heb weer zin om iets te gaan bezorgen! Liever vandaag dan morgen! Fijn, Jet. Vandaag heb ik een pakketje voor een meisje genaamd Mariam. Mariam komt uit een grote stad genaamd Doha. Dat is in Qatar. In Doha is er heel wat moois te zien. Zowel in de hoogte, zoals de Doha-toren, als op de grond, zoals de Souq Waqif-markt. Wow, dat lijkt me een mooie stad om te zien. En Jet, in Qatar spreken de meeste mensen Arabisch. En als je wil zeggen dat iets er mooi uitziet, dan zeg je... Jamil. Dan is Doha dus heel erg Jamil. Ga naar de startbaan, Jet. Jet, maak je klaar voor vertrek. Tijd om te vliegen. Het is hier wel erg warm, zeg. Maar wat is Doha mooi. Moet je al die grote gebouwen zien? Hoe kan ik mijn kledingstuk nou mooi afmaken? Tja, er mist nog iets. Ah, ja. Nu is het perfect. Ben je hier binnen, Mariam? Oh, wat Jamil. Dat ziet er prachtig uit. Dank je, mama. Pakketbezorging. Ik ben Jet en ik ben altijd op tijd. Hoi, Jet. Ik ben Mariam en dit is mijn mama. Is dat mijn pakketje? Zeker weten. Die hoed is echt Jamil. Ziet er goed uit. Ga je hem meteen opzetten? Deze is niet voor mij, gekkie. Oh nee? Voor wie is die dan wel? Jet, dit is Zies. Hij is mijn kameel. Zies gaat vandaag meedoen met de kamelen modewedstrijd. Hier, Zies. Ik heb een nieuwe hoed voor je. Zies heeft gelijk. De hoed is wel mooi, maar er ontbreekt nog iets aan zijn outfit. De kamelenmodewedstrijd is toch vandaag? Waar in Doha kunnen we zo snel nog vinden wat je zoekt?
Misschien kunnen we nog even gaan rondneuzen op de Zoekwakief. Oh, dat is een markt toch, Mariam? Ja, die ligt vlakbij waar de wedstrijd is. Wow, wat een coole spullen hebben ze hier. Ik weet zeker dat we hier ergens wel mooie kleren zullen vinden. Oké, Zies. De missie is mooi en modieus. Te gewoontjes. Smaakt lekker hoor. Mariam, ik haal hem in met mijn straalmotoren! Sorry, kameel en een kruiwagen! Kom hier! Oh, wow. Straalmotoren helpen niet mee. Wat nu? We halen hem nooit in voor het begin van de show. Ik zorg ervoor dat het lukt. We hebben de hulp nodig van de Superwings. De Superwings? Met de gekke vliegtuigvrienden die me altijd komen helpen als ik ze nodig heb. Dorre, hoor je me? Luid en duidelijk. Loopt alles op rolletjes daar? Dat zou de eerste keer zijn. Maar wie er wel rolt is Zies, de kameel van Mariam. Hij rolt de hele stad door. Huh? Ik ben benieuwd of Jet ooit zonder avonturen een pakketje kan bezorgen. Oké. Wie van ons kan de kameel van Mariam redden? Flip! Als vliegen geen oplossing biedt, kan hij ook lopend uit de voeten. Wow! Dizzy. Huh? Met haar reddingstouwen krijgt ze die kameel in bedwang. Kom mee, Flip. Jet heeft een paar kamelenvangers nodig in Qatar. Oké, waar wachten we dan nog op? Wij gaan een kameel vangen! Wanneer landen jouw Superwings vrienden hier, Jet? Daar zal je ze hebben! Dan komt het allemaal goed! Flip, transformeer! Dizzy, transformeer! Ik ben Flip! Snel opzij, want deze spelen moet erbij! Ik ben Dizzy en ik ben de redder in nood! Ik ben Mariam. Kunnen jullie alsjeblieft mijn kameel Zies redden? Dat regel ik wel. En ik regel het op rollerskates. Actie! Boeps! Mijn kraampje! Sorry. Ik heb maar één kans. Octovanger! Actie!
gestopt worden. Koste wat het kost. Chet, Daisy. Neem zoveel kussens en tapijten mee als je kunt, oké? We gaan een reuzenkussen maken om Zis en Flip op te vangen. Pas op, hier komen we! Tijd voor een kussencreatie! Zis! Bedankt. Perfect! Wauw, Zis! Jij bent zeker weten een echte trendsetter. En het zit vast lekker zacht. Deze maakt het helemaal af. Bedankt voor jullie hulp, Super Wings. Jullie hebben Zis gered en daarna ook nog eens een Jamil kledingstuk gemaakt. Heel graag gedaan, Mariam. Klaar om te vliegen? Tot ziens! Bedankt, Super Wings, wij doen zorgen! Tot ziens!